Dank u wel, Mark, voor deze enthousiasmerende inleiding. Goedemiddag iedereen. Ik ga direct van wal steken. Men heeft ons gevraagd om een beetje in te korten en op 30 minuten te spreken, dus we gaan dat proberen. Ben ik goed verstaanbaar voor iedereen? Mag het iets luider? Is dit beter? Oké. We gaan dat... Oké. Ik ga beginnen met de link te leggen tussen klimaat en bodem. Want klimaat, het is niet van de lucht, is duidelijk een pars pro toto. Dat was het niet in het begin. Iedereen dacht dat er alleen maar een opwarmingsprobleem was. Een uitstootprobleem. Ja, ons mama heeft koorts. Ze krijgt het te warm en we gaan... Ze doet wat infecties. Ze heeft wat te weinig rode bloedcellen en we gaan wat koorts weer in de middelen moeten geven. En dan zien we dat ze spijsverteringsziektes begint te krijgen en uitslag en de ene na de andere infectie begint te krijgen. En dat het blijkbaar toch iets anders is. En dat er eigenlijk leukemie in het spel is. Zo zou je het over de aarde kunnen hebben. Dus er moet een beenmergtransplantatie gebeuren, mutatie op het niveau van het DNA. En dan zegt men eens, maar nu maak je toch wel heel ingewikkeld. Het was al zo ingewikkeld met al die energie en die uitstoot en die terugwinning en die effecten en die prognoses over hoeveel graden warmer en smeltende ijskappen en stijgende zeespiegel. Nu breng je er nog een hele bezwik van landgebruik en biodiversiteit bij en afval. En eigenlijk is er maar één probleem. Er zit maar één machine onder. Ik vereenvoudig het eigenlijk. En de jas van de aarde bestaat uit drie laagjes. We noemen die jas ook wel eens de natuur. Dat is eigenlijk een beetje onze schepper. Die heeft alle leven gemaakt, die geeft al dat leven eten en drinken, die geeft al dat leven de juiste temperatuur. Die maakt nieuwe soorten bij, die vernietigt soms soorten. En de drie laagjes zijn water, bodem en lucht. En dat water, dat is leeggevist voor 80%. 80% van de vis is weg. Dat water zit vol plastic en dat water begint te verzuren door contact met CO2. De pH daalt. Met zuurwater los je kalk op, dat doet iedereen met zijn koffiezetapparaat. En dus dat zuurwater is niet alleen de koralen aan het kapotmaken, maar ook het fytoplankton. En dat weten niet veel mensen, maar slechts een kwart van onze zuurstof komt van bomen. Drie kwart komt van fytoplankton. Dus we zijn gewoon onze eigen zuurstofmachine aan het vermoorden als één van die vele gevolgen van ons gedrag. Klimaat is maar één van die gevolgen. En er zijn er tientallen. De tweede laag, de bodem. Voor meer dan 70% van de vruchtbare landfractie is al door de mens op dominante wijze bezet. De natuur zit in een heel klein hoekje van de planeet. Een van de meest pregnante cijfers is het gewicht van de gewervelde biomassa. Dat is het gewicht van alle landwezens met een skelet. En daar zijn wij ook bij. Die totale gewervelde biomassa van de planeet bestaat voor 65% uit de menselijke veestapel. Voor 32% uit de mensheid. En nog voor slechts 3% uit het gewicht van de gewervelde dieren in de natuur. En 10.000 jaar geleden was dat 99,9% gewervelde dieren in de natuur. Op 10.000 jaar tijd. Het is niet misgegaan in de industriële revolutie. Sinds we 10.000 jaar geleden gestopt zijn met te zwerven en te jagen en te plukken, is er geen enkel voorbeeld van een menselijke nederzetting die niet op een paar decennia tijd in een straal van een paar tientallen kilometer alle grote gewervelden ofwel heeft uitgeroeid ofwel heeft gedomesticeerd om op te eten. Is het u opgevallen dat onze minister van Dierenwelzijn alleen maar bezig is met dieren die wij opeten? Of melk geven of eieren leggen? We zien dat vaak niet. Dat dierenwelzijn heel wat andere dieren aangaat dan die massa's, die kleine aantallen in soorten, maar in grote aantallen in exemplaren die in onze stallen zitten. Dus dat vind ik zo ook iets heel nuttig, omdat men over klimaat zegt, ja, maar dat zijn prognoses. Daar zitten nog statistische factoren op. Dat cijfer van die gewervelde biomassa is anderhalf jaar geleden al gemeten. Dat is al zo. Als je wil weten hoe de natuur zich vandaag voelt, beeld u dat in dat er vanaf morgen 8,5 miljard leeuwen op aarde zijn. Die 10 keer intelligenter zijn dan wij en 10 keer beter bewapend. Dan zitten wij binnen de maand in Plankendaal. Of in de hondenbrokken voor die leeuwen hun huisdieren. Dus zo gaat de dominante menselijke soort vandaag met de natuur om en we weigeren dat te zien. De eerste die schreef dat ontbossing en uitstoot de planeet ging destabiliseren was Eugène Husard in 1856 in Frankrijk, het boek L'Arbre de la Science. Dat is toch al 160 jaar geleden.
De tweede die zei dat uitstoot van broeikasgassen de planeet zouden opwarmen was Svante Arrhenius, een prof fysica en chemie in Scandinavië in 1896. Hij kreeg voor zijn heel uiveren in 1903 trouwens de Nobelprijs, dus toch wel een eminente professor en wetenschapper. De derde laag, de lucht. Dat is die klimaatveroorzaker natuurlijk. Dat is die lucht die wij op 200 jaar tijd volgespoten hebben met de CO2 die de aarde op 500.000 jaar heeft opgeslagen. Zonne-energie die via fotosynthese omgezet wordt in plantenvezels die via veengronden in de ondergrond geraken en aardolie worden. Logisch, hè? Als je 500.000 jaar zonne-energie opslaagt in een organische laag en dat op 200 jaar terug in de hemel spuit, dat het boeltje begint op te warmen. Er zijn mensen die denken dat dat niet antropogeen is. We hebben één geluk. De jas is zelfherstellend. Stoppen met stuk maken is genoeg. Dus het is eigenlijk niet moeilijker dan dat. Als wij leven op een zodanige manier dat wij dat water terug rijker en gezonder maken en niet meer vervuilen, dat wij die bodem voor de helft teruggeven aan de biodiversiteit, want dat zegt men. Dus we moeten ongeveer de helft van de planeet verlaten en enkel op bezoek gaan, zoals in het Swin. En in de dense continenten, zoals hier, mogen we ons beperken tot een kwart. Omdat stukken zoals Groenland heel weinig menselijke aanwezigheid hebben. Het gemiddelde van de planeet moet ongeveer de helft zijn. Maar een kwart in Vlaanderen, we hebben 2,7% reservaten in overheidsbezit. En met de private reservaten en militaire domeinen erbij komen we aan 6,2%. Dat is geen 25%. 19% te weinig, dat is 257.000 hectare bodem die nu landbouw of verkavelingen zijn die natuur moet worden. Nu, wat is dat die jas stuk maken? Wij noemen dat overshoot. Overshoot is het aantal mensen maal de gemiddelde footprint per mens. En dat zijn twee factoren van een product. En het eerste, het aantal mensen, want dat was een van de vragen die men hier aan de sprekers had voorgeschoteld. Zijn we met te veel? Dat hangt er vanaf. Het aantal mensen maal de footprint per mens. Die spreiding van die footprint per mens is gigantisch. In het Westen is die groot, in Amerika is die nog groter, in de derde wereld is die zeer klein. En het aantal mensen is op een paar eeuwen tijd enorm gestegen. Dus dat maximum aantal hangt af van de levensstandaard die we vinden waar iedereen op deze planeet recht op zou moeten hebben. En we kunnen nu al zeggen dat we, als het huidige aantal niet schadelijk mag zijn voor de planeet, dan is de levensstandaard er één die we niet willen. Die zou te primitief en te onaanvaardbaar zijn voor de meeste mensen vandaag. Want je kan je natuurlijk wel afvragen hoeveel mensen kan de aarde voeden. En dan kom je vermoedelijk aan iets tussen de 11 en de 15 miljard, maar dat is wat is kan. Hè? Dat is, in dat geval is alles landbouw. Zit de natuur in een bokaal, of opgezet, in tervuren naast de andere dode leeuw die daar staat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus kan, hè, dat is, als je kan natuurlijk vragen aan de dokter hoeveel keer mag ik op de hersens van mijn partner slaan. Ik zie hem of haar graag, dus ik sla één keer minder. Dat is hoeveel mensen de aarde kan voeden. Je zou de vraag moeten stellen, wanneer is de aarde een paradijs waar elke soort plant, mens, dier de ideale hoeveelheid ecosysteemruimte heeft en levensomstandigheden om florissant gelukkig te zijn. Dan kom je aan heel andere cijfers. Dan kom je aan die halve planeet die wij moeten verlaten. En als dan iedereen Amerikaan zou zijn, dan is het maximum ongeveer 1 miljard. Als we terug een paradijs willen maken van deze wereld. Iedereen Europeaan rond de 2,5. Dat is geen rocket science die precies is. Hè? Dat zijn schattingen. Footprintberekeningen zijn estimaties. Er zit een marge op. Als iedereen weinig vlees eet en zich enorm inhoudt qua footprint, economie en uitstoot, is het misschien zelfs 3,5 miljard. Alleszins, we zijn dus met te veel. Met hoeveel te veel is niet precies geweten, maar we zitten er ver over. Maar er is goed nieuws, de demografie begint te dalen. Dat moet de vorige twee dagen hier al gezegd zijn. Japan is vandaag al bezig, 127 miljoen. En die zijn tegen 2075 nog met 80 miljoen. Die zijn de snelste daler voor het moment. Wij volgen, we gaan hier beginnen dalen rond 2070, 2080. Demografie daalt door scholingsgraad, gezondheidszorg, levensverwachting en gelijkberechtiging van de vrouw. Je kunt dat ook ontwikkeling noemen. De nataliteit is vandaag het hoogst in de armste landen.
Dus het is ook in ons belang om die derde wereld niet langer te exploiteren op een meedogenloze manier en een stukje herverdeling te doen op planetaire schaal. Het is goed voor het klimaat en het is goed voor ons. Links zal dat herverdeling noemen, rechts zal zeggen, dan kunnen we zorgen dat er minder arme, bange mensen aan onze grenzen staan aan te schuiven. Dus ik denk dat dat politiek verbindend zou kunnen gemaakt worden, die uitdaging. Goed, maar als demografie dus iets is waarbij dat we pas binnen 3-4 eeuwen in een planeet terechtkomen die niet meer onder demografische druk staat, betekent dat we het andere stuk, dus demografie maal footprint is overshoot, dat we die footprint moeten werken. En die footprint die is een gevolg van onze voedselproductie en van onze goederenproductie. De winning van grondstoffen voor eten en productie van goederen is verantwoordelijk voor 90% van alle verdwenen ecosystemen en is verantwoordelijk voor 50% van alle uitstoot. En men zegt wel eens, als iemand beweert dat economische groei eeuwig kan blijven duren, zeker de omzet van goederen, dan is hij ofwel knettergek ofwel economist. Nu, dat is niet meer waar. De economische modellen tot 5 jaar geleden waren allemaal virtuele modellen in een virtueel oneindige wereld. Er was geen maat. De ruimte was, zoals die van de wiskundige getallen, oneindig. En daar is verandering in gekomen nu. Dus de crisis die we planetair meemaken heeft gemaakt dat die modellen toch stilaan in vraag gesteld worden. De donut-economie is er een voorbeeldje van. Dus we zullen onze economie en onze landbouw moeten heruitvinden. Die landbouw is trouwens een schande voor de moment. De economische modellen hebben ook die landbouw kapot gemaakt. Voedsel was 100 jaar geleden nog 50% van een gezinsbudget, vandaag minder dan 5%. En de voedselprijzen blijven eigenlijk in verhouding tot de koopkracht verder dalen. De landbouw bezet in Vlaanderen 50% van het grondgebied en stelt nog slechts 0,7% van het bruto binnenlands product voor. Boeren verdienen 10 euro per uur bruto en gaan bij bosjes failliet en worden opgekocht door grootschalige agrobedrijven. Die alleen maar kunnen overleven bij die extreem lage voedselprijzen door een enorme schaalvergroting, overbemesting en pesticidengebruik. En ik was een maand of 2 geleden blij, ik las dat er een nieuwe agrotechniek ontwikkeld was in Amerika, die 4 keer meer opbrengst had per hectare. Ik dacht, joepie, kunnen we eindelijk 3/4 van de landbouwgronden teruggeven aan de natuur? Ik dacht, ja, maar nee, dat gaat niet gebeuren. Hè. Die gasten gaan dat patenteren, aan een paar mensen uitdelen en die gaan 4 keer meer eten maken op hun gronden aan 1/4 van de prijs en de andere boeren complete verdoemenis in proberen te concurreren. Zo zit onze economie in elkaar. Als die logica blijft duren, gaan we, hij loopt dit niet goed af. Dat voel je zo. Dus onze landbouw en onze economie heruitvinden betekent onze economie loskoppelen van bodem, ruimte en grondstof. Hè. Koop geen boormachine, koop een gaatje in de muur. Koop geen wasmachine, maar koop wasbeurten. De machine blijft eigendom van de fabrikant. Die zal de beste machine leveren die hij kan, want daar heeft hij 50 jaar lang inkomen uit zonder dat hij nieuwe machines moet leveren. Dus dan krijg je plotseling dat het kapotgaan van dingen is nu in het voordeel van de fabrikant, het is dan in het nadeel van de fabrikant. Thomas Rau heeft dat ontwikkeld, Philips verkoopt geen lampen, maar licht aan ABN AMRO Bank. En dat gebeurt plotseling met minder armaturen, met lampen die langer meegaan en die minder stroom verbruiken, want Philips moet die stroom betalen. De kostprijs per lichtuur voor ABN AMRO Bank is gedaald. Het rendement voor Philips is gestegen en het aantal lichtarmaturen die om de 5 jaar samen met heel het vals plafond op de container worden gesmeed, is met 90% afgenomen. Dat is het dematerialiseren van onze economie, dat is van meer evolueren naar beter. We leggen de link naar de maatschappij, identiteit en cultuur. We zullen dus meer moeten doen op minder ruimte, dat betekent dat de samenleving zich gedurende een paar eeuwen zal moeten concentreren in al haar ruimtelijke effecten. Betekent dat het opnieuw een samenleving moet worden, want daar zijn we toch wel van aan het wegdrijven. En wat zit identiteit daar dan in te doen in die, laten we zeggen, wervelwind van mutaties die de planeet vandaag ondergaat? Want dit is geen crisis, dit is planetaire mutatie. Ik weet dat er vanop de maan gezien eigenlijk geen vreemdelingen zijn. Tenzij ze met een vliegende schotel gekomen zijn. Astronauten die daar geweest zijn, die hebben 2 dingen beseft. De ecologische fragiliteit van die blauwe planeet en het belang van de menselijke identiteit. En alle anderen zijn eigenlijk pelletjes verf. Adopteer een Pakistaan en op zijn 6 maand, ja, dat wordt naar gelang waar je woont, een Limburger of een plat aan Antwerpen. Ik bedoel, dat identiteit is heel uitwisselbaar. Hè. Dat is een laagje verf dat je kan decaperen en er een nieuw over strijken. Of verschillende laagjes en streepjes door elkaar bij heel wat mensen vandaag. En dat is het bekende verhaaltje van
Jantje van 6 jaar gaat voor de eerste keer naar school in de stad. En 's avonds vraagt papa na de eerste dag: en hoe was het op school? Zijn er veel vreemdelingen? En Jantje zegt: ik weet het niet, papa, er waren alleen maar kinderen in mijn klas. En ik denk dat we dat kwijtgeraken naarmate wij volwassen worden. Die onbevangen blik naar andere mensen, en we trekken ons gewoon niks aan. Welke kleur, wat die eten, wat die... Dat zijn kinderen, dat zijn mensen. Ik denk dat we daar echt terug naartoe moeten, of het komt niet goed. Identiteit wordt trouwens meer en meer individueel en divers. Er zijn heel veel mensen die... Ik heb een heel mooie TED-talk gezien van een dame uit een Arabisch... Een moslimland in Afrika, die daar weg moest omdat ze haar geloof kwijt was en ze werd verstoten. Ze heeft gestudeerd in het Westen, ze heeft carrière gemaakt en ze heeft een klein appartementje in Londen en eentje in New York en eentje in Zuid-Amerika. En ze vraagt, en mensen die haar vragen van waar zijt jij of wat is je identiteit, dan zegt ze: vraag mij niet waar ik geboren ben, vraag mij in welke steden ik mij gelukkig voel. Dat is mijn identiteit. We zijn allemaal aan het schuiven. Hè. Osama Bin Laden en George Bush jogden al jaren op dezelfde Nike zonder dat ze het wisten. Dus er is enorm veel aan het overlappen. Eigenlijk zijn cultuur en taal de meest overschatte zaken, zowel door links als door rechts. Ze worden steeds dunner en ze verliezen steeds meer aan gewicht. En daarom vinden de mensen ze steeds belangrijker worden. Ik vraag me af of dat die kramp tijdelijk is. Ik hoop dat. We zien in Sint-Gilles hyperdiversiteit. Een gay koppel van een Japanner en een Zuid-Amerikaan die samen een soort van Tex-Mex sushi hebben uitgevonden die superlekker is en die niemand ooit zou kunnen bedacht hebben als ze niet die verschillende origines hadden en de durf om zo'n restaurantje op te zetten. Brussel is vandaag de tweede meest diverse plek ter wereld na de Verenigde Arabische Emiraten. 60-65% van de mensen die in het Brussels gewest geboren worden, hun ouders zijn hier niet geboren. Of nee, die hier wonen bedoel ik. Zijn hier niet geboren of hun ouders zijn hier niet geboren. En de meeste migratie komt hier eigenlijk door de migranten van de Europese instellingen. En Vlaanderen heeft maar 3%, 3 per 1000 niet-Europese inwijkelingen per jaar. En dat is die befaamde politieke tsunami. Dat staat dus op de website van de Vlaamse overheid. Hè. Als je dat gaat bekijken, hoeveel immigranten er zijn en van waar ze vandaan komen, is het meeste gewoon een gevolg van onze Europese administratie. En 3 per 1000 per jaar zijn niet-Europese goedgekeurde migranten. Dat is een overrompeling. Hè. Daar moet je zijn bang van te worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat cultuur en taal een beetje verwant zijn aan religie. Het is ook een beetje de opium van en voor het volk, want we zitten natuurlijk nog altijd met die ontologische uitdaging dat we niet weten wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En sommige mensen, waaronder mezelf, vinden vrede in het aanvaarden van dat niet weten. Hè. Ik ben zelfs geen agnostic. Ik ben agnosticus, dus zelfs geen atheïst. Ik weet het echt niet en daar geniet ik van. Dat is troostend. Om de verwondering heel te laten en geen antwoorden te geven als ze weet op voorhand dat ze toch niet werken. Voltaire zei het al, onzekerheid jeukt en is ambetant, maar zekerheid is volstrekt belachelijk. Ik vind dat een belangrijk levensmotto. Zeker als je naar andere mensen, als je naar ontmoeting gaat en naar samenleven kijkt. Wat je zou kunnen zeggen als je over taal en over ras en over cultuur spreekt, is dat die overschat zijn. En nu ga ik stoute dingen zeggen, maar geef mij de tijd om ze uit te leggen. Rassen zijn zeker niet gelijk. En zelfs niet gelijkwaardig, maar moeten wel gelijke rechten en kansen krijgen. En kijk maar eens naar het aantal Ethiopiërs bij de marathonlopers. Of vergelijk eens een leptosome zwarte die danst met een blanke. Die blanke is een houten hark. En probeer maar eens van een zwarte soulstem na te doen die goed kan zingen. Gelukkig zijn rassen niet gelijk. Dat maakt ons net zo boeiend als menselijke aanwezigheid op aarde, dat daar een heel grote rijkdom aan diversiteit in zit. En dat is niet cultuur, dat is ook raciale diversiteit. En ook culturen zijn waardesystemen en dus ook niet gelijkwaardig. Want ze kijken naar de andere culturen vanuit hun waardesysteem. Elke cultuur heeft oordelen over andere culturen, want die waardesystemen zijn verschillend.
Ik heb een beetje antropologie bijgestudeerd, want mijn eindwerk in het laatste jaar ingenieur-architect ging over de wooncultuur van Noord-Afrikaanse migranten in België. En ik stond toen in Borgerhout in leiding in een jeugdatelier bij Marokkaanse kinderen. Waarbij ik tussen de jongetjes vanaf hun 13 jaar heel veel agressie zag. We moesten die fouilleren op het einde, want al onze boormachines, nagels en tangen zaten in hun zakken. En we wisten dat ook. Die zeiden, alles bij ons thuis wat niet ontdekt wordt, dat mag. Een veel zwaardere machismocultuur, waarbij de meisjes braaf en bij de mama blijven en de jongens vanaf hun puberteit van 13 jaar eigenlijk uit die vrouwenwereld weggebannen worden. We hebben ook van die culturele fouten. Hè. Als je Mohammed heet en je bent chirurg en je gaat naar het ziekenhuis om aangeworven te worden, dan heb je de kans, veel minder kans om aangeworven. Wij zijn zo xenofoob als de pest. Dus ik denk dat iedereen wel ergens gigantische fouten maakt. Maar culturen hebben het recht om elkaar te responsabiliseren. Hè. Ik denk aan het antropologisch onderzoek van Marion van San, die had ontdekt dat bij Noord-Afrikaanse migranten die problemen ontstaan bij de mannelijke adolescenten door het feit dat een aantal elementen van die cultuur hier hun plek niet vinden in onze maatschappij. Dat ligt niet aan ons, dat ligt niet aan hen, maar die triggers moeten benoemd kunnen worden. Zij is toen door links en door rechts weggezet, om verschillende redenen, maar eigenlijk is daardoor het debat voor de extreme partijen gelaten. En ik vind dat een fout. Als mensen relaties willen met elkaar, dan moeten ze over elkaars gebreken constructief kunnen spreken, of ze hebben niet eens het begin van een relatie. En dat is bij culturen ook zo. Als je mekaars fouten niet constructief kan benoemen, als je niet de bedoeling hebt om in een soort van civiek gemeenschappelijk burgerschap te stappen en mekaar te voelen en te raken en mekaar uit te dagen om te verschuiven tot iets dat gemeenschappelijk werkt, dan zal het niet lukken. Culturen moeten ook willen muteren. Culturen moeten afvalligheid van hun cultuur kunnen respecteren. Religies moeten afvalligheid van de religie kunnen toestaan in de plaats van die mensen die willen gaan lopen te stenigen of terecht te stellen. Islam doet dat vandaag op sommige plekken nog, maar wij deden dat in de middeleeuwen ook. Hè. Mensen op de brandstapel smijten als ze ketter wilden worden. Dus wat je zou kunnen zeggen is dat die cultuurkritiek een essentieel onderdeel is als zij constructief is en respectvol gebeurt voor interculturele relaties en samenlevingsopbouw. Want anders krijg je natuurlijk bange blanke burgers in Dilbeek die tramlijnen blijven wegstemmen uit schrik voor de verkleuring van of de anderstaligheid van hun gemeente. Je zou kunnen zeggen dat hetzelfde geldt voor taal. Taal is eigenlijk ontstaan toen de eerste Neandertaler een steen op zijn voet liet vallen. En dat deed zeer en de anderen herkenden dat, want ze hadden dat ook al eens gedaan. En geleidelijk aan zijn die klanken complexer geworden. Zijn de stammen van de verschillende eerste mensen uitgezwermd over de wereld. Naar plekken waar ze elkaar gedurende eeuwen niet meer zagen en zijn er nieuwe talen ontstaan. En het aantal talen op de wereld is beginnen stijgen. De piek moet ergens tussen de 20.000 en de 30.000 voor Christus liggen en ongeveer 22.000 taalidiomen zijn. En vanaf dan zijn de verschillende bevolkingen in de wereld elkaar beginnen veroveren. De Babylonische rijken, de Grieken, de Romeinen enzovoort. Dan krijg je dus talen die elkaar beginnen assimileren, die muteren, die in elkaar overgaan. En het aantal talen is beginnen dalen. 10, 20 jaar geleden hadden we nog 8.000, 7.800. Nu zitten we ergens rond de 5.500 talen. Elke 14 dagen verdwijnt er een taal. Prognoses zeggen dat we binnen de 300, 400 jaar nog met 5 wereldtalen zitten, waarvan er vandaag geen enkele bestaat. Het Nederlands van 200 jaar geleden versta je niet. Talen muteren ontzettend snel als je een beetje uitzoomt in de tijd. Dus ook die laag overschatten we. Omdat wij maar 80 jaar gemiddeld leven. We zien die mutatie niet op die korte termijn van een mensenleven. Betekent dat we alle redenen hebben om die cultuur en die taal als vormen van rijkdom, als speeltuinen te zien in de plaats van als laatste redmiddel, als alleenzaligmakende ankerpunten van onze heel alleenzaligmakende identiteit. Die zit daar niet. Dat is een stuk van onze identiteit. Maar die zijn uitwisselbaar. Je kan meerdere talen leren. Ik spreek in mijn bureau in Brussel nu al 12 jaar Engels, omdat de architecten van mijn architectenbureau uit allerlei Europese landen komen. 20 jaar geleden mocht ik geen Engels spreken aan de KU Leuven. Nu moet het, omdat ik te veel Erasmus-studenten heb en worden we getest op Engels in het kader van de academisering van het academisch onderwijs, van de internationalisering van het academisch onderwijs. En dus we veranderen. Dingen die niet mogen, moeten vandaag. Maar dat betekent dat er eigenlijk in ons ruimtegebruik ook een vraag te stellen valt tussen de keuze tussen verkavelingen,
in vrijstaande woningen achter grote muren en hagen. Ik was onlangs in een dorpje in de polders. Ik dacht, ik snap dat de mensen hier nog in Zevenkoten komen wonen. Je kunt verdorie 20 kilometer ver kijken. We gaan in dat dorp in een aantal woningen binnen, zo villa's rond die kerk. 2,80 meter hoge hagen met uitzicht op 4 meter betonklinkers en 4 meter ecologisch doodgras. Nul uitzicht op de polders. En toen kon ik niet meer volgen. Want dan kan die woning gelijkwaardig liggen. En welk model samenleving willen we eigenlijk? Dat is een beetje de vraag. De verkaveling is een beetje de belichaming van de positie laat me gerust achter mijn haag. Het alternatief is de kern. De kern van een dorp, dat kan landelijk wonen zijn. De kern van een kleine stad, het mooie, gezellige, provinciale, kleinstedelijk wonen. Of de kern van de grote stad. Voor wie meer metropolitane aspiraties heeft, voor elk wat wils. Maar het zijn tegenhangers die meer een positieve interactie stimuleren. Een soort globale samenleving, veelkleurig, divers, tolerant en vooral ook veel gelukkiger. Een samenleving die mikt op meer in het verleden en die de toekomst zal moeten mikken op beter. Bezos, de baas van Amazon, wil naar de maan huisjes gaan bouwen, maar we slagen er nog niet in om iedereen hier eten te geven. Wat een hoogmoed. Als we zo falen in de basic taak. Dus om af te sluiten, ik zou willen zeggen, we moeten gewoon naar een nieuw model van samenleving die zegt samenleven is elkaar gelukkig maken in de plaats van elkaar niet storen. De verzuringen, het aantal geschillen tegen de crash, tegen de kiss en ride parking, tegen de parking, tegen de hoogbouw, voor de laagbouw, tegen het bos, voor het bos. Het aantal processen bij de Raad voor Vergunningenbetwisting in de Raad van State is niet te tellen en het wordt erger en erger. Wij moeten veranderen naar een maatschappij van mensen die leert ja zeggen tegen elkaar in de plaats van nee. Naar een samenleving die eigenlijk vooral in haar weg naar een paradijselijke planeet gelukkig wordt, maar vooral ook een samenleving die erin slaagt om niemand meer achter te laten. Dank u wel.